Tijdens de open repetitie van beide koren wordt Martin Hurkens aanwezig. En onze verslaggever sprak met hem. Hij bracht ook nog enkele liedjes te gewaren. Ik ben natuurlijk als hoofde van ambassadeur van de koorzang van afdeling Limburg ben ik actief om te proberen het mannen met name enthousiast te maken voor de koorzang. Met 7 jaar ben ik begonnen met zingen in het knapenkoor toen dat tijd. Toen ik 14 jaar brok met je stem, baarde een keel. En toen heb ik een jaar of 20, 22 niet meer gezongen. Ja, iedereen weet wat toen gebeurd is. Ik word werkeloos van mijn 32 jaar bakkerie. Worden gewerkt met voor mij. En word ik 2 jaar thuis. En mijn jongste dochter die dacht toen van, dat is lang genoeg thuis geweest. Laat hem maar zet gaan doen. Dat heette het programma gebeld, Hollands Got Talent. En daar een dvd'tje met gestuurd met een Nessun Dorma. Wat ik gezongen had in de Schouwburg in Sittard. En op een gegeven moment word ik, ja, wie dat zo heet, was er werkeloos was. Ik had een klusje links en rechts. Dan moest ik daar gewoon krijgen. Ik kreeg een telefoon en die mevrouw zei, met Nienke uit Hilversum, zei ze. Ik ben van het programma Hollands Got Talent. En zei ze, ik heb dat dvd'tje gezien, zei ze, en als u dat echt bent, dan moet u meedoen. Dat kun je toch niet maken om niet mee te doen. Nou ja, ik ga de dag nog een dag, denk ik, ja, ik ben inderdaad werkeloos. Dus dat, loop maar eens kijken wat ze ervan vingen. En uiteindelijk is dat, ja, uitgegroeid naar China, Taiwan, ik weet niet waar je vooral ergens weer bent. Zingen is het mooiste wat er is en dat geldt ook voor in de koeren. Dus veel plezier en straks weer voor ons nog terug. Dankjewel. Ja, dames en heren, we gaan weer met het programma. En aan mij de eer om het voor u te mogen zingen. En in het refrein en noem maar op, dat deed het koor lekker met, maar je zit ook van harte uitgenodigd om daar lekker mee te doen. Je kent het allemaal. We beginnen met het Volga-lied van Frans Lehaar. Allah, ieder Allah, einsam wie immer, vorüber auch die Jugendzeit, in langer, banger Einsamkeit. Mein Herz ist schwer und trüb mein Sinn, ich sitz im goldenen Käfig drin. Es steht ein Soldat am Wolgastrand. Hält Wache für sein Vaterland. Mensch verlassen ist und er sprach.
Martin, welkom. Ja, du bist eigentlich ambassadeur van de KNZV. Lijkt mich dat die kikkers in zoet. Ja, inderdaad. Binnen 2 jaar geleden is het nu dat het bestuur mij vroeg of ik niet iets wilde bijdragen aan de koorzang in het algemeen. En we hebben daar over nagedacht natuurlijk wat we kunnen voor dat invulling geven. En ik heb daar inderdaad met een aantal mensen over gehad. En het is dit geworden uiteindelijk. Het mithelpen, organiseren van open dagen, workshops. En het proberen lui te enthousiasmeren om voor de zang te kiezen. En door nog een paar jaar in ieder geval hun hart op te halen bij een mannenkoor. Dat hebben ze al verteld, ja, dat hebben ze nu 38 jaar. Die werkzaamheden, ja, die waren er niet meer. Dat wordt gestopt. Wensen nu terugkijkt, denken ze dan dikker van, word ik maar eerder daarmee begonnen? Nee, dat denk ik nooit. Ik moet zeggen, wie ik in het begin de kans niet kreeg om het te kunnen gaan doen wie ik het zou moeten doen. Hè. Dat is dan naar de muziekschool en naar de conservatorium eventueel. Maar dat soort ertoe zit in, we houden er geen geld voor. Dus dat wordt heel snel de dromen, heel snel over. En toen heb ik me vol passie op mijn werk gegooid eigenlijk. En dat heb ik met zoveel plezier gedaan, tot de laatste laag toe, dat ik nooit van mijn leven mijn baan heb opgegeven voor zo'n avontuur. Echt nooit gedaan. Nu een laatste vraag van, wat zou ze de kijkers willen vragen of metgeven van om te komen zingen? Ik wil in ieder geval zeggen dat het een fantastische beleving is om met mannen onder elkaar, en dan wil ik de vrouwen niet tekort doen, maar met mannen onder elkaar muziek te maken. In de oven samen gezellig bij elkaar te zijn. Doe boos echt vrienden op, sociaal komen dingen langs. Die ze niet wil missen. En ik heb het zelf meegemaakt doordat ik weer ben gaan zingen. En ik hou meteen het gevoel van, god, dat heb ik veel eerder moeten doen. En nu ben ik blij dat ik terug ben. Alleen heb ik te veel tijd met mijn eigen carrière. Maar misschien heb ik dan nog een keer terug dat ik kan gaan zingen in een koor. Maar dat kan ik allemaal ten zeerste aanraden. Nou Martin, hartelijk dank voor dit gesprek. En ja, veel succes ook voor die verdere carrière. Dank je wel. En hopelijk ja, zullen meerdere koren daar gebruik van gaan maken. Ja. En daardoor nieuwe leden krijgen. Er stonden nog 7 workshops op nu. Je hebt er nog genoeg op staan. Ja, en hopelijk levert dat leden op. Hè? Ja, zeker. Dank je wel. Oké, hartstikke bedankt. Dank je.